Ja, voor Westerlo Bollat in de goal, de Kuiper, Perikizzi, Neustedt en Reynolds. Dat zijn dezelfde jongens achteraan. Centraal komt met z'n in het elftal. En Fixel. De Kuiper. Chadli zoekt diepte. Prima aangespeeld door de Kuiper. Chadli, de voorzet komt. En daar is net niet de voorsprong. Ik denk het doelkader nog. Ja, ik denk dat uiteindelijk... Chadli vroeg nadrukkelijk de bal. Er is ook Madsen. Madsen met actie. En deze aflegger is prima. Rustig gebleven. En de afwerking die is er ook om u tegen te zeggen. Wat een actie. Schitterende openingsgoal van de thuisploeg van de Keibus. En dan moet je kijken wat hij doet. Hij wacht. En dan infiltreren tussen twee mensen ondertussen. Machida gewoon aan de volgen. Madsen. De versnelling mag er wel zijn. En dan is Burgess te laat. Daar is Chadli goed gevolgd. Hoe krijgt hij voor de rechter? En inderdaad, misschien liever voor zijn linker. En hier toch de snelheid. Hè? Vaassen die een pak sneller is. Goed van Boris. Maar, Wij willen kampioen worden. Nielsen voor Lazar. In één tijd. En daar is de aanzettingstreffer. Over het hoofd en over de armen van Bolat. Boniface gevonden. Schitterend van Lazar. Ja, geweldige goal weer. We krijgen echt wel fantastisch voetbal te zien bij momenten. Dit zijn de chip over Bolat. Miskijkt zich wat. Kijk eens hier. Hup, in één tijd van Nielsen. En dan de perfecte chip. Ja, Bolat gaat er toch onderdoor. Ja, dit is een geweldige goal. Net als die twee van Westerlo. We hadden het gevoel. Hij heeft er ook al een hele tijd zin in, Nielsen. Nu de aflegger voor Tuma. Kan aanleggen, Tuma. En daar is de bal tegen de netten. Ja, maar het is niet zo dat er huishoge kansen aan vooraf gingen. Nee, maar je voelt dat ergens dat een moment komt van druk. Geen buitenspel. Nee, het is... Nielsen ook wel een impact, hoor. Het is allemaal iets... meer bij een jong. Met zijn uver van de Keibus. Die is helemaal vrij van de Keibus. Dat is eigenlijk nog een best goede kans voor van de Keibus. Ja, en dan geraakt op de enkel. Omdat hij zich erg had bezeerd. Hier gaan we het zien met Lazar. Oeh, dat wordt een... Hier is de bankier. En wij staan de stip. Alexander Bouko. Dan moet hij nog een gele kaart geven aan Lazar. Het is bij geel. Daar is de Kuiper. Nu doet hij met onwaarschijnlijk veel vertrouwen. Oh, la. Ja, het is ook moeilijk, Wesley, als je vorige week... Hoe vond je het? Wat cool. Stift het door het midden. Oh, la la. Ja, het is echt met heel veel vertrouwen. En dit op 2-2, hè, Walter. Het is niet 4-0. Het is op een... Op Ruben Seigers. Ik weet niet of hij had uitgespookt. Balverlies. Vaassen snoept af. Tikje van Vaassen is knap, hoor. Daar is de beslissing. Want Bouko wijst naar de middenstip. Het is invaller Nene. Die toch prachtig werd aangespeeld door Vaassen. Die ook in deze fase van de wedstrijd nog die actie maakt. Zonder Maurice hier, Lapoussin. Tussen twee mensen wordt Tuma ingespeeld. Balverlies. Maar dit is heel goed gedaan. Hè. En absoluut geen buitenspel. Het laatste wapenfeit van deze Westerlo Union is misschien wel deze vrije trap. Dat is ook zo, want de knal die nog kwam was niet meer van tel voor Nieuwkoop. Die snel...